Suriname zou volgens data van het ministerie van Onderwijs slechts 6% aan hoger kader hebben. En daar kan het PTC inkomen, zei directeur Robbie Holband vanmorgen bij de opening van het driedaags congres in verband met hun 25-jarig bestaan. Het thema van het congres is: waarom is hoger beroepsonderwijs niet spannend? Holband gaat in op de wijze waarop het PTC kan bijdragen aan het aantal hoger kader. En voor dat aantal, denk ik, dat 5% bestaat uit menswetenschappers. Toch? De universiteit, Atelecom Universiteit van Suriname, timmert al heel lang aan de weg en levert al de hele tijd hoger kader. Maar als we kijken naar het technisch onderwijs, dan kan ik met harde feiten aangeven dat in bepaalde beroepen we niet eens op één hand ons kader kunnen tellen. En precies daar is PTC er. PTC start dit congres als sluitstuk van haar 25-jarig bestaan. 25 jaar geleden heeft de Surinaamse regering, ook in een moeilijke situatie, voor zij die Suriname kennen in 1997, gedurfd om te zeggen dat we starten met het PTC. Om ervoor te zorgen dat we in ons land kader kunnen ontwikkelen. Dat we deskundigen hebben die het land verder kunnen ontwikkelen. En dat we ervoor kunnen zorgen dat ons kader in het land blijft. Het congres werd geopend door president Chandrika Prasad Santokhi. Het is de bedoeling om binnen het congres na te gaan over de toekomst van het hoger beroepsonderwijs, gericht op zowel de Surinaamse als internationale arbeidsmarkt. President Santokhi gaf aan dat het laag percentage van hoger kader deels te maken heeft met de lage waarde die er gehecht wordt aan beroepsonderwijs. As the director of PTC indicated, senior management percentage is far too low now. I also agree with the insights that with regard to vocational education, there must be a change in the way we as a society look at it. The innovations that are now being implemented in education will certainly contribute to this. Work is now being done to incorporate aspects of vocational education into primary education. All these initiatives, the practice centers, the course at NATIN, and the innovations in primary education will ensure that the image regarding vocational education will change. And I am urging all the trainers, but also the parents, to promote the vocational education in Suriname to create a better future for our nation. Het PTC Suriname is uitgegroeid tot een hogeschool. Het instituut hoopt met het congres samen met belanghebbenden tot een concrete richting te komen over de toekomst van het hoger beroepsonderwijs in Suriname.